Wij vragen uw aandacht voor onze tweede serie luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Mysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het 8e deel, Landing op Mars. Whittaker was overleden. Jeff, die geslapen had in de kooi boven die van Whittaker, ontwaakte uit een afschuwelijke droom en kwam toen tot de ontdekking dat de dood Whittaker had veranderd van een jonge kerel in een oude man. Nu er na diens dood geen reden meer was om langer achter te blijven bij de rest van de vloot, maakten we ons op om onze plaats aan het hoofd weer in te nemen. Na 12 uren hadden we onze oorspronkelijke positie weer ingenomen. Mitch en ik moesten voor de navigatie in nummer 6 blijven. En daardoor hadden Jeff en Jimmy de handen vol aan de pionier. Toch zagen ze nog kans om tussen hun werk door de bandopname af te draaien die we in nummer 6 op de grond hadden gevonden. Maar de banden verschaften hun geen enkele aanwijzing omtrent hetgeen er gebeurd was met Petersen. En ook niet waarom hij Whittaker had neergeslagen. Ondertussen gingen ze weer aan hun gewone werk, tot ze opeens de stem van Petersen hoorden die de pionier opriep. Hallo, vlaggenschip. Hier is vrachtvaarder nummer 6. Vrachtvaarder nummer 6. De radio, ik moet antwoorden. Moet u spreken, dringend. Antwoord alsjeblieft. Nee, Jimmy, wacht eens. Huh? Hij zegt dat hij ons oproept uit nummer 6. Hallo, vlaggenschip. Nummer 6 roept u. Nummer 6 roept u, in s hemelsnaam. Antwoord! Wat? Ja, maar in nummer 6 zijn toch alleen maar de dokter en Mitch? En dat is geen van beiden. Nee, Jimmy, dat is de stem van Petersen. Wat? Aan de radio, vlug. Oké. Hallo, nummer 6. Hier is de pionier. We horen u luid en duidelijk. Hallo, nummer 6. We horen u. Antwoord alsjeblieft. Ja, hallo, pionier. Hier is nummer 6. Ben jij dat, Mitch? Ja, wie anders? Wat is er dan toch, Jeff? Wij hebben je toch niet opgeroepen? Ja, dat weet ik. Nou, wat is er dan? We werden zojuist aangeroepen door Petersen. Wat zeg je? Ja, Mitch, door Petersen. Jimmy en ik hebben duidelijk gehoord. Hij zei dat hij in nummer 6 was. Nou, Jeff, de enige hier aan boord zijn de dokter en ik, dat weet je toch? Ja, natuurlijk. En toch hoorden we net de stem van Petersen. Ah, zeg Jeff. Ja, even duidelijk als ik jou nou hoor. Jeff. En hij zei heel beslist dat hij ons aanriep uit nummer 6. Ja, maar wat zei die dan? Jeff! Een ogenblikje, Mitch. Ja, wat is er, Jimmy? De bandrecorder, hij loopt nog. Nou, maar wat? Nou, ik had er immers de laatste band opgezet toen wij met de inspectie begonnen. Ja, nou, en? Oh. Oh. Bedoel je dat die stem van Petersen? Ja, die kwam met de recorder. Weet je dat zeker? Ja, zeker. Ik zal het nog een eindje terugdraaien. Dan kun je het nog eens horen. Goed, ga je gang, Jimmy. Ja, ogenblikje, hoor. Let op. Daar komt-ie. Hallo, vlaggenschip. Ik heb u dringend nodig. Antwoord alsjeblieft. Dat hebben we toch gehoord, hè? Ja, Jimmy. Het was dus niet de radio. Hallo, vlaggenschip. Nummer 6 roept u. Nummer 6 roept u. In hemelsnaam. Antwoord. Alsjeblieft. Dat was het laatste bericht van Petersen voordat nummer 6 er vandoor ging. Ja, Jimmy, maar laat dan verder draaien. Daar komt misschien nog iets. Ja, goed. Hallo, Mitch. Ja? Er was een misverstand in het spel. De bandrecorder stond aan en we meenden dat het de radio was. We hadden niet aan gedacht dat het ding nog draaide. Mooi zo. Er is dus niks bijzonders aan de hand. Nee, Mitch. Het spijt me dat ik je heb gestoord. Oh, nou, niks te betekenen, hoor. Ik had juist niks anders om handen. Maar voortaan kalm aan, Jeff. Je hebt ons lelijk laten schrikken. Nou, hebben wij ons er even aangesteld. De hele vloot zal om ons lachen. Het was een begrijpelijke vergissing. Zoiets kan iedereen overkomen. Ja, dat is waar, ja.
Ik kon het niet langer uithouden. Wat is dat, Jerry? De stem van Petersen. De band draait nog steeds. Dan is hij dus toch gebruikt. Ik heb hem gedood. Wat? Stil nou, Jim. We moeten luisteren. En ik heb hem door het inspectieluik laten zakken. Verdraaid. Daarna heb ik het vaartuig omgedraaid. En geprobeerd zoveel vaart te verminderen. Dat de rest van de vloot ons misschien nog ooit zou kunnen inhalen. Dus het was toch Petersen. Maar onze brandstof was op. De motoren werkten maar even. En gaf het bijna terstond op. Daar zit ik nou. Op drift in de ruimte. Met een dode. De man die ik vermoord heb. Op enkele meters van me af. Ik doe mijn best niet aan hem te denken. Maar het lukt me niet. Zodra ik in slaap val, komt hij terug en spreekt met me in mijn dromen. Vreselijke dromen. Ik durf zelfs mijn ogen niet meer dicht te doen. Hij probeert zich van mijn geest meester te maken. En me de dingen te laten doen waarop hij zelf pad ging voordat ik hem neersloeg. Maar hij kan me niet overmeesteren. Zolang ik wakker blijf. En ik zal wakker blijven. Ik tart je, Whittaker. Versta je dat? Ik tart je. Oh, dat is zeker alles. Ik tart je, zei hij. Precies de woorden die Whittaker sprak vlak voor zijn dood. Je zou er kippen wel van krijgen, hè? Ik heb nu 4 etmalen lang geen oog meer dicht gedaan. Daar heb je meer. Daarom heb ik besloten een eind aan te maken. Ik kan door de luchtsluis naar buiten. Dan ben ik buiten zijn bereik. Wat wil je dat, Whittaker? Als je me nodig hebt, kom je me maar zoeken tussen de sterren. Ik laat je alleen met een op drift geraakt vaartuig als graf. De vloot zal ons nooit meer inhalen. Maar jij zal er ook geen kwaad meer kunnen doen. Jij zult eeuwig blijven ronddrijven door het heelal. Eeuwig. Ik heb mijn ruimtekostuum aangetrokken. En ik ga nu naar buiten. 1 flinke zet. En ik ben weg. Zeg, zou je denken dat er nog wat komt, Jeff? Er zit nog een eindje band op de spoel. Laat maar daar, Jim, tot het eind toe. Oké. Nee, dat is alles, Jeff. De spoel is op. Over laatste woorden gesproken. Zou Petersen dan malen zijn geraakt? Je zou het zeggen, Jim. Dan wat die Whittaker had aangedaan en al die slapeloze nachten. Had hij maar geweten dat Whittaker niet dood was. En dat hij hem dus niet had vermoord. Daarom stond hij nog steeds onder zijn invloed. Daarom durfde hij ook niet te gaan slapen. Zolang Whittaker nog leefde, zou Petersen van die krankzinnige droom hebben gehad. Net als jij, Frank en ik. Hij heeft het dus alleen niet meer gehad omdat hij voortdurend wakker bleef? Ja. En tot welke prijs? Hij moet wel op zijn benen getold hebben. En daarom beseft hij natuurlijk ook niet dat alleen de hoofdtank leeg was, terwijl de reservetank nog volop brandstof bevatte. Waarom heeft hij dan verdorie ook geen radiocontact met ons gezocht? Had hij dat maar gedaan. Hij had iemand vermoord, althans dat dacht hij. Misschien heeft hij ook wel contact willen zoeken, maar dorst hij niet in de buurt van de radio te komen. Wij kon hij Whittaker immers zien in het inspectieruim liggen. Ja. Welke reden hij ook gehad mag hebben, we weten nou tenminste wie Whittaker vermoord heeft. Hm. En wat er met Petersen is gebeurd. Me dunkt dat hiermee alles is verklaard, hè? Nee, Jamie. Niet alles. Hoezo? Het verklaart nog steeds niet hoe jij aan dat lied bent gekomen. Whittaker's lied.
dat ik hem een droom hoorde. Maar dat heb ik je toch verteld, Jeff? Het spookte zomaar door mijn kop. Nee, ik herinner me niet dat ik het ooit ergens heb gehoord. Nee, verdraaid. Voordat ik het zong, had ik het werkelijk nog nooit gehoord. Jimmy, denk nou eens goed na. Je kunt toch geen lied zingen dat je nog nooit hebt gehoord? Je moet het ergens gehoord hebben. Denk nou eens na waar dat was. Ja, jongen, ik weet het niet. Zing het dan nog eens. Misschien helpt dat om je te herinneren. Ja, moet dat nou per se... Alsjeblieft, Jimmy. Maar goed. Goed, hier komt het dan. Een lied op hoog bevel. When it's night time in Italy, it's Wednesday over here. Ga verder. When it's... Ik sta voor gek. Midday in Germany. Oh ja. When it's midday in Germany, you can get a shave in Massachusetts. Herinner je je nou al iets? Nee, Jeff, nee. Kijk nou eens even... Zing dan door! How high is up, I like to know... Jim, zeg de naam Baker Street. Je niets. Wat? How low is down... Of een tentoonstelling. Denk nou eens na, Jimmy. And when shall we... Ja, hoor nou eens even hier, Jeff. Ik kan niet over twee dingen tegelijk nadenken. Hè? Ik heb al mijn hersens nodig om me de woorden van dat liedje te herinneren. Nou, goed, dan laat dan maar. Nou, heb je me helemaal van de wijs gebracht. Luister, hè? Jimmy. Je kunt niet erger van de wijs zijn dan ik. Juist voordat Whittaker stierf, had ik die akelige droom over hem. En in die droom zong hij dat lied. Ik durf er een eed op te doen dat ik het voordien nooit van mijn leven heb gehoord. En nou zing jij het. Ja, je weet toch ook wel hoe het nou met liedjes is gesteld die zo gemakkelijk in het gehoor liggen. Hè? Iemand zingt het en dan neemt een ander het over. Nou ja, en voor je het weet is het op ieders lippen. Dat gaat zo weer, maar is niet waar. Ja, maar het is toch niet gebruikelijk dat een lied een slager wordt, omdat je het in je droom hebt gehoord. Nee, dat denk ik ook niet. Ja. Toch hoop ik nog steeds dit geheim eens te doorgronden. Ik help het je over. Nou, kom. Laten we dan maar verder gaan met onze inspectie. Nou, waar waren we gebleven? We zouden juist de radio inspecteren. Oh ja. Nou, goed dan. Nou, daar gaat hij dan. Hallo ruimtevloot. Controle roept ruimtevloot. Trachten met u in contact te komen. Antwoord alstublieft. Wat is dat? Dat is de controle. Hij zei controle. Wij roepen vlaggenschip de Pionier of een van de vrachtvaarders van de ruimtevloot naar Mars. Antwoord alstublieft als u ons hoort. Dat is de controle, Jeff. Dat kan niet anders. We hebben weer contact met de controle. Wacht even, Jimmy. Ben je wel zeker van dat de bandrecorder niet meer aanstaat? Ja, nee, die heb ik afgezet. Oh. Nee. Deze oproep komt door de radio. Hallo, controle. Vlaggenschip Pionier, roept u. We horen u luid en duidelijk. Ik herhaal, we horen u luid en duidelijk. Laten we kalm blijven, Jimmy. Ik heb de laatste tijd zoveel gefingeerde oproepen gekregen dat ik nergens meer zeker van ben. Nou ja, goed, je kunt ook te pessimistisch zijn, Jeff. Ja, wie zou het nou anders kunnen zijn? Dat is nou zeker niet mijn Whittaker van het nummer 6, want Whittaker is dood en een nummer 6 zit in Mitch en de dokter. Het moet de controle zijn, Jeff. Kalm. Ja, goed, neem me nou niet kwalijk, Jeff, maar het... Hallo, vlaggenschip. Hallo, pionier. Hier is controle. We hebben u gehoord, sterkte 3. We hebben u reeds enige weken lang geroepen. Hoe staat het met de vloot? Alles wel? Ja, ze zijn het, Jeff. Meer dan een halve minuut tijd verloopt tussen zenden en ontvangen. Op deze afstand van de aarde klopt dat. Hallo, controle. Hier spreekt Jeff Morgan. Jeff Morgan aan boord van de Pionier. We verheugen ons erover u weer te horen. Alle vaartuigen behalve nummer 7 zijn behouden en wel. Maar van nummer 6 hebben wij de bemanning verloren. Nadere bijzonderheden volgen later. Hoe staat het bij u op aarde? Jimmy, huh? Roep Mitch op. Huh? Nieuws mee. Intussen blijf ik luisteren. Goed, Jeff. Goed. Hallo, nummer 6. Pionier roept u. Antwoord alstublieft. Hallo, pionier. Hier is Matthews. Hallo, Doc. We hebben verrukkelijk nieuws. Ja, wat dan? We hebben contact met de controle. Wat? Hé, hey, Mitch. De pionier heeft weer contact met de aarde. Wat zeg jij? Ja, Mitch, het is zover. Jeff is op het ogenblik in gesprek met hem, maar dat duurt wel even. Omdat er zoveel tijd verloopt voordat de antwoord komt. Zo elk uur een lepel, weet je wel? Ja, dat geeft niet. Als jullie maar met hem kunt spreken. Maar ben je er wel zeker van dat het de controle is? Of hebben jullie misschien de bandrecorder weer aanstaan? Nee. Ik ben er zeker van. Controle aan pionier. Wij hebben uw bericht ontvangen. Wij zijn verheugd dat u het er goed maakt. Jimmy, laat ons meeluisteren, wil je? Tuurlijk, Mitch. Hier, luister maar. Waarom is de verbinding zo lang verbroken geweest? We hebben sedert weken niets van u vernomen. Nou, hoe klinkt dat?
Fijn, Jimmy. Dankjewel. Dat is een heel verhaal, controle. Ik zal u straks volledig erover inlichten. Intussen zou u mij een groot genoegen doen als u een poos wilt blijven spreken. Het komt er niet op aan waarover. De laatste voetbaluitslag of zoiets. Als u maar blijft praten. Ik wil uw stem namelijk aan de hele vloot laten horen. Heb je het gehoord, Jim? Ja, Jess. Rob ze dan allemaal aan en schakel over op de hoofdontvanger. Iedereen moet de stem van de aarde horen. Nou, mens, wat denk je? Je hebt gelijk, Jeff. Hele strook duidelijk te zien. En hoe dichter we naderen, hoe duidelijker ze worden. Ja. Het ziet er werkelijk naar uit dat de theorie dat de poolkappen bestaan uit ijs, dat zomaar smelt, juist is. Die donkere lijnen zijn kanalen. Ja, dat is mogelijk, Mitch. Maar toch kunnen die een natuurlijk verschijnsel zijn. Die kanalen, zoals jij ze noemt, hoeven niet kunstmatig te zijn aangelegd. Dat beweer ik ook niet. Evenmin als op aarde de rivieren zijn aangelegd. Ja. En heb je ook opgemerkt hoe de donkere gedeelten van kleur veranderen? Ja. Voor 2 weken waren ze nog olijfgroen. En nu zijn ze bijna purperrood. Dicht bij de pool is die verandering nog duidelijker te zien. Zeg, Vanny, mag ik nou ook eens kijken, Jeff? Jullie twee hebben nou al urenlang beslag gelegd op die telescoop. Ja, neem me niet kwalijk, Jim. Het is ook zo interessant. Ja, dat geloof ik graag. Maar mag ik ook eens kijken, misschien? Ja, natuurlijk, Jimmy. Daar. Ga je gaan. Dan ga ik de kaarten een poos bestuderen, hè? Ja, dankjewel, Mitch. Ik stond er een hele tijd te popelen. Nou, Jimmy. Hier. Vertel me eens. Waar je kijken kunt, wat je ervan vindt. Een paar minuutjes, Jeff, en dan zal ik het je vertellen. Zie je de poolkop? Ja. Net een puist, hè? Lijkt precies alsof ze hoger is dan de rest. Ja, dat is maar gezichtsbedrog. Als we mogen geloven wat de geleerden op aarde ons ervan vertellen, dan is dat ijs maar enkele centimeters dik. Nee, toch? Ja. En, zie je de kanalen, Jim? Nou en of. Maar wat is dat ding daar dat eruit ziet als een oog? Dat is het Lacus Solus, het zonnemeer. Ja, is dat een meer? Nee, ik wou dat je dat kon zeggen, Jim. Het lijkt net een oog, hè? Een donkergroene pupil en een roze oog. En er gaan donkere lijnen vanuit als de spaken van een wiel. Zijn dat ook kanalen? Ja, dat meent men tenminste, Jim. Ja. Er is een netwerk van die dingen in die streek. Ja. Hé, die donkere ronde vlekjes bij de kruispunten van de kanalen. Zijn dat bushaltes? Nee, waarschijnlijk vochtplekken, Jim. Ja, maar of het water is of iets anders, dat zullen we pas te weten komen als we naast staan. Hoe lang duurt het nog? Zal er wel afhangen. Waarvan? Wat we te zien krijgen was om de planeet heen cirkelen. Als we maar een telescoop hadden die sterk genoeg vergroot, dan zouden we de steden op Mars kunnen zien. Steden? Weet je dat dan niet? Wat vertel je toch, Jim? When it's night time, when it's early, it's Wednesday. Jimmy. Jim. Ach, neem me niet kwalijk, Jeff. Het ontglipt hem. Ik was niet eens bewust dat ik dat weer zong. Het gaat niet om dat lied, Jim. Ik was verbaasd over wat je zei van die steden op Mars. Wat? Zei ik dat de steden op Mars waren? Je zei toch, als we maar een telescoop hadden die sterk genoeg vergroot, dan zouden we de steden op Mars kunnen zien. Ah, nee, Jeff. Nou geloof ik toch werkelijk dat jij buis bent. Ik heb het duidelijk gehoord, Jimmy. Nou, dan moet ik dat hebben gezegd zonder het te weten. Ik heb het ook helemaal niet willen zeggen. Het was zomaar een gedachte die bij me opkwam. Dat als er steden op Mars waren, maar die zijn er zeker niet, dat we dan een veel sterkere telescoop zouden moeten hebben om ze te kunnen zien. Dat heb ik toch niet gezegd. Jawel, Jimmy, dat heb je wel gezegd. En wat meer is, je zei het met precies dezelfde woorden die Whittaker gebruikte in mijn droom. Kom nou. Hoe verklaar je dat dan? Dat kan ik niet verklaren, Jeff. Ik zeg je nog eens, ik wist helemaal niet dat ik iets zei. En waarom begon je op dat ogenblik te zingen? Net als Whittaker. Jeff, doe me nou alsjeblieft wel lol. Ik weet niks van die droom van jou af. Je zou iemand te stuipen op zijn lijf jagen. Het spijt me, Jimmy. Ik heb alle redenen om... Nee, nou ja, het spijt me dat ik zo uit mijn slof schoot. Nou ja, nou, als je soms nog iets wil weten of vragen, ga in je gang maar. Nee, op dat moment liever niet, Jeff. Ik wacht liever tot de dokter hier is. Hij komt zeker direct? Ja, Jimmy. Ja, wil jij nou met Mitch meegaan naar nummer 6 en de dokter mee terugbrengen? Ja, natuurlijk. Even mijn ruimtekostuum aantrekken, dan ben ik klaar. Dank je, Jimmy.
En, dokter? Wat zeg je van? Prachtig is het. Prachtig. Ja, vind je niet? Ja, het is eigenlijk verkeerd. Mars de rode planeten noemen. Er is evenveel groen als rood. En de kleuren zijn schitterend. Hoe zal ik dat ooit in woorden kunnen weergeven? Oh, loop niet zo hard van stapel, dokter. Anders wil ieder lid van elke bemanning hier komen kijken. En waar blijven wij dan? Nou, over 14 dagen zijn alle vaartuigen op nog geen 1600 kilometer boven het oppervlak van Mars aangekomen. Ja, dan zullen ze het allemaal kunnen zien. Beter dan wij op het ogenblik. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat we al zo dichtbij zijn. Ja. Dat is typisch, dokter. Ja? Dokter, hoe dichterbij we komen, hoe vreemder ik me voel. Jij? Ja. Na die 27 reizen naar de maan? Ja. Ja, ik heb er ook geen verklaring voor, dokter. Bij de start dacht ik dat we 6 eentonige, misschien wel vervelende maanden voor de boeg hadden. Maar het is heel anders uitgevallen. En nu heb ik het gevoel dat ook ons onderzoek op Mars niet zo zal verlopen als ik me dat had voorgesteld. Hoe bedoel je dat? Ik wou dat ik dat kon zeggen. Ik trappel van ongeduld om voet op Mars te zetten. En toch zie ik er tegelijkertijd geweldig tegenop. Hey Jeff. Huh? Zeg, wat is dat eigenlijk voor een ronde vlek? Is het ongeveer de vorm van voor India? Met een lange gebogen uitloper in noordelijke richting. Ja? Dat is de Sirtis Major. Oh. Kom eens mee naar de kaartentafel, dokter. Goed, Jeff. Ik wilde over iets met je praten. Ja? Maar zo dat Jimmy het niet hoort. Hij blijft voorlopig toch aan de telescoop. Waarover, Jeff? Ja, er is hier zojuist iets vreemds gebeurd. Ik stond met Jimmy bij de telescoop. Hm? Toen hij opeens zei dat er steden zijn op Mars. Oh, dat is een vraag die wel eens bij iedereen hier op de vloot zal zijn gerezen. Ja, maar daar gaat het niet om, dokter. Weet je wat het geval was? Ja? In mijn droom heeft Whittaker er ook over gesproken. En in dezelfde bewoordingen. Wat zeg je? En toen Jimmy dat zei, herinnerde ik me opeens dat hele gesprek dat ik in mijn droom met Whittaker had gehad. Huh? En daarop stelde ik Jimmy dezelfde vragen die ik aan Whittaker had gesteld. En ook de antwoorden op die vragen klopten precies. Maar Jeff... Maar als klap op de vuurpijl begon hij opeens dat liedje weer te zingen. Ook juist op hetzelfde punt van ons gesprek waarop Whittaker het had gedaan. Wat zeg je? Ja, ik had het gevoel alsof Whittaker nog bij ons was. Ja, maar Whittaker is immers dood. En daarmee moet de invloed die hij op ons kan hebben gehad toch ook verdwenen zijn? Ja, licht. Maar wie of wat invloed op Whittaker uitoefende, hoeft nog niet dood te zijn. Wil je daarmee zeggen dat wij, jij, ik of wie dan ook op de vloot nog onder een bepaalde invloed zouden staan? Ik weet niet wat ik ervan moet denken, dokter. Heb je hiervan iets aan de controle meegedeeld? Ja, min of meer. Ja, wat min of meer? Nou, ik heb gezegd dat Whittaker overleden is. Heb je hem verteld van zijn gedaanteverwisseling? Nee. Eerst wilde ik dat doen. Maar toen kwam ik op de gedachte vooraf enkele punten nader te onderzoeken en besloot de controle niet meer te vertellen dan de blote feiten. En wat heb je onderzocht? Herinner je je nog dat ik het verteld? Ja? Dat Whittaker het in mijn droom steeds had over een tentoonstelling. Ja. Nou, uit wat ik van Londen had gezien in mijn droom leidde ik af dat dat moest spelen omstreeks de 20er jaren van onze eeuw. Hmm. En daarom vroeg ik de controle te willen nagaan of er in die tijd een tentoonstelling in Londen was gehouden. En of die per trein te bereiken was geweest vanaf Baker Street. En? Ja, precies. De Rijkstentoonstelling van 1924-1925, die gehouden is in Wembley. Goeie genade. Ik heb nooit geweten dat dat toen een tentoonstelling is geweest. Dat was voor jouw tijd, niet? Ja, en daarna vroeg ik hun of ze iets konden vinden over dat liedje
dat Jimmy nog maar steeds neuriet. En het bleek een slager te zijn uit datzelfde jaar 1924... waarin Whittaker verdwenen is. Maar Jeff, dat klinkt fantastisch. Wat zei de controle ervan? Ik heb er nog niks van verteld. Nou, waren ze dan niet nieuwsgierig waarom je die inlichtingen vroeg? Als verklaring heb ik opgegeven dat ik een verschil van mening had met iemand... en dat ik graag wilde weten hoe de vork in de steel zat. Ja. Vind je het wel verstandig, Jeff, de controle niet alles te vertellen? Jazeker, dokter. Hoezo? Nou, neem eens aan dat ik hun alles heb verteld. Of die meteorenzwerm, of wat het geweest is die ons klaarblijkelijk de weg wilde versperren. Ja? Of dat fictieve bevel van Whittaker om terug te keren naar de maan. Ja, en nou en? Zou het dan niet mogelijk zijn geweest dat de controle ons hetzelfde bevel gaf? Ach, om terug te keren bedoel je? Ja. Ja, waarom niet? Blijkbaar heeft iets of iemand die zich van Whittaker als tussenpersoon bediende... geprobeerd ons daartoe te brengen. Het lijkt er wel wat op, maar... ik denk dat de controller eerder om zal lachen. En denken dat het louter verbeelding is. Misschien onder invloed van de ongewone omstandigheden waaronder we leven. Oh, dat wil dus in nettere termen zeggen dat ik lichtelijk in de war ben. Nou, geestelijk gestoord, hè? Dat zeg ik niet. Nee, maar misschien zou de controller er zo over denken. En de rest van de vloot ook. Ja, maar Jeff, je denkt toch zeker niet dat onze mannen jou... Waarom niet? Tot nog toe zijn er slechts 3 van ons ernstig door Whittaker beïnvloed. Frank Rogers, Jimmy en ik. En wat Jimmy en Rogers betreft, die schijnen er al lang overheen te zijn. Jij dan niet, Jeff? Nou... ik geloof dat ik er ook niet meer aan gedacht zou als ik dan niet het gesprek met Jimmy had gehad. En de inlichtingen die ik van de aarde heb gekregen. En wat ben je nu van plan, Jeff? Deur te zetten, dokter. En als er nu eens in werkelijkheid iets achtersteekt, wat dan? Dan zullen wij daar de strijd mee aanbinden. En dan misschien het leven van de hele vlootbemanning aanwagen... Nou, denk jij dan dat er ook maar iemand aan terugkeren zal denken, nu we zover zijn? Nee. Nee, Jeff. Dat geloof ik niet. Waar denk je aan, dokter? Aan Whittaker. In zijn ijlkoorts. Hoezo? Wat jammer dat ik niet heb opgenomen wat hij toen zei. Waarom? Ja, dat zou ons misschien hebben voortgeholpen... Hij sprak over een tentoonstelling, precies zoals in jouw droom. Zo? En er zijn nog enkele andere dingen, onder andere... je weet niet hoe groot hun macht is. Misschien hadden die woorden evenzeer een feitelijke achtergrond... als die over de tentoonstelling. Over wie had hij het dan? Welke macht hadden zij... Welke zij? Nou, weet ik dat. Het kan me niet schelen of Mars bewoond is door een hele natie, Whittakers. We gaan niet terug. Nou, stel je voor, we zijn er bijna. Kalm aan, Jeff. Er is niemand die over teruggaan spreekt. Alleen jijzelf hebt het erover. Ja, neem me niet kwalijk, toch, dat ik me zo liet gaan. Zou ik nou niet bij je blijven in de pionier? En Jimmy met Mitch naar nummer 6 laten gaan. Nee, dank je, dokter. Niet nodig. Nou. Nee, ik zal me niet meer zo opwinden. Nou. Maar ik heb me eens uitgesproken. Dat heeft me goed gedaan. Nou, oké dan. Zo. Nou, lang zal het niet meer duren. En ik zal er ook niet ouder om zijn. Wat zal niet lang meer duren, Jimmy? Onze landing op Mars, dokter. Ik brand van ongeduld om eindelijk weer eens vaste grond onder de voeten te voelen. Ja, wel jammer van die atmosfeer daar. Weer eens met volle teugen echte frisse lucht te kunnen inademen. Het zal niet gaan, Jimmy. Hey. Het zuurstofgehalte van de atmosfeer op Mars is veel te laag. Eén keer flink inademen, zou je waarschijnlijk niet overleven. Denk jij dat zuurstofgehalte te laag is om enige vorm van leven mogelijk te maken, dok? Nou, dat is bijna zeker, Jimmy. Wedden dat op het moment ergens zo'n Martiaans paardje naar de aarde zit te kijken. Het op elkaar zegt dat er op onze planeet vast geen leven mogelijk is... omdat het zuurstofgehalte te hoog is. Zo, Jim? Ja, yes. Zeg, wil jij even weer naar buiten gaan om dokter weer verder naar nummer 6 te loodsen? Ja. Voor enkele uren gaan we onze vaartuigen omkeren. Oké, Jess. Nou, dok, mijn jas even aangeven. Ja. Dan kun je naar de voordeur. Goed. Nou, dankjewel, Jimmy. En wel bedankt voor de gezellige avond. Oh, helemaal geen dank, dokter. Helemaal geen dank. Het was een hele eer. Oh, u komt toch nog wel eens een keertje langs? Natuurlijk.
En zo ging ik dan terug van de pionier naar vrachtvader nummer 6. Eerlijk gezegd was ik werkelijk ontdaan over hetgeen Jeff me had verteld. Ik pijnigde mijn hersens om de zin van dat alles te vatten. Maar ik moest het opgeven in de eerste plaats omdat ik met de beste wil van de wereld geen oplossing voor het raadsel kon vinden. En verder omdat Jeff nog geen half uur nadat ik aan boord van nummer 6 was aangekomen, bevel gaf de vaartuigen om te draaien. 4 uur later was de omkeermanoeuvre voltooid van de vloot en lag iedereen vastgesnoerd in zijn kooi, wachtend op Jeffs bevel om de motoren aan te zetten. Attentie, attentie. Over 10 seconden motoren aanzetten. Nog 5 seconden. 4, 3, 2, 1. Contact! Ondanks onze grote snelheid leek het alsof de hele vloot onbeweeglijk in de ruimte hing, terwijl 1 zijde van de vaartuigen baadde in een schitterende zonlicht. Onze lange reis was bijna volbracht. Over enkele dagen zouden we de rode planeet hebben bereikt. Dan zou de vloot op een hoogte van ongeveer 1600 kilometer om haar heen cirkelen en zouden we in de pionier maatregelen treffen voor de landing. Oké, Jimmy. Doe maar open. Binnendeur open. Contact. Zo. Fijn dat we weer in de pionier zijn. Niet, dokter? Nou, en of. En Jeff, hoe staan we dan over? Nou, we zijn al 4 maal om Mars heen gevlogen. Ja. Ja. Ik denk dat we dan allemaal moesten landen, hè? Wat denk jij, Mitch? Niets liever dan dat. Het is zo'n fantastisch gezicht van op deze hoogte. Dat ik er echt naar verlang om te zien hoe het er aan het oppervlak uitziet. Hè? Ja, het is een fantastisch gezicht. Het lijkt wel een reusachtige rode woestijn, hè? Hé, hey, wil je zeggen dat al dat rode goedje daar beneden zand is? Ja, nou, Jimmy, als het geen zand is, dan moet er toch iets zijn dat er erg op lijkt. En al die donkere plekken dan? Plantengroei natuurlijk, wat anders. Nou, het moet wel een heel merkwaardige plantengroei zijn, hoor. Zelfs door de telescoop zijn geen herkenbare vormen te onderscheiden. Mitch, hoe lang zou het duren voordat nummer 1 in orde is voor de landing? 1 uur of 4, denk ik, Jeff. De draagvlakken zijn aangebracht en de atoommotoren uitgeschakeld. Mooi, dan zetten wij de landing in zodra de bemanning kant en klaar is. Ja, ik wil de eerste landing proberen om 1500 uur. Heel altijd. Jimmy, roep de vloot aan en deel haar dat mee. Oké, Jeff. Hallo, ruimtevloot, hallo, ruimtevloot. Pionier roept u. Bericht voor alle vaartuigen. Meld u alstublieft. Nou, alle broeders. Ik zit in de cockpit. Als de motoren gestart zijn, dan duiken we na enkele minuten in de atmosfeer van Mars. We zullen dan de luchtweerstand benutten om onze snelheid te helpen afremmen. Ik hoop dat er genoeg lucht zal zijn om ons die hulp te verlenen. Ja, dat zullen we moeten zien. Is er niet genoeg, dan zullen we proberen een startlanding uit te voeren, zoals op de maan. Nou, iedereen ready? Alles vastgesnoerd? Ja. Motor, Mitch. Motor, oké. Hallo, nummer 1. Hier is Morgan. Antwoord alstublieft. Hallo, Captain. Ik hoor u. Over enkele minuten zetten we de landing in. Jij wacht 30 minuten en volg dan. Begrepen? Jawel, Captain. Mocht je niet kunnen landen op de afgesproken plaats, weet je dan wat je moet doen om ons te vinden? Ja, Captain. Goed zo, Frank. Goed zo. Nou, dan gaan wij. Oké. Happy landings, Captain. Happy landings voor u allen. Eens gelijk, Frank. We zien je straks beneden weer. Nou, oké, Mitch. Nou ben jij aan de beurt. Help ons veilig beneden te komen. Attentie. Ik zet de motor aan. Contact. Nou, tot ziens, mannen van de vloot. Ik zal jullie een stukje marsrots meebrengen als aandenken. Vertraging 10, 20, 30, 40. Hoe doet hij het, Jeff? Prachtig, Mitch.
Onze snelheid? 550 kilometer. Goed zo. En nou nog het laatste stuk. We naderen de pool snel. Ik zie de sneeuw al in de zon glinsteren, als het tenminste sneeuw is. Gaan we niet wat te hard? Oh, een ietsje. Ik zal nog een remparachute uitlaten, dan zal het wel in orde zijn. Hallo, vlaggenschip. Nummer 1 roept u. Hallo, Frank. Hier is de pionier. Ik hoor je. De landingsmanoeuvre verloopt nog steeds volgens schema. Hoe ben jou? Best. Waar ben jij nou? Heb net het noordelijk halfrond bereikt. Ben nog buiten je gezichtskring. Oh. Nou, wij gaan direct landen. We naderen de poolkap. We zullen uitkijken naar je. Heb je al iets van Marsbewoners gezien? Nee, Frank, nee. De captain heeft zoveel radioopdrachten voor me dat ik geen gelegenheid krijg om bij de periscoop te komen. Ik zou net zo goed in een duikboot kunnen zitten. Het is anders een prachtig gezicht, Jimmy. Alles is roze. Alsof het voortdurend baat in het licht van een schitterende zonsondergang. Klopt dat, dokter? Zeker, Jimmy. Ik zou het niet beter kunnen beschrijven. Hé, hey, ik wou dat jij nou eens een poosje die radio overnam. Dan kan ik ook eens kijken. Nou, best, Jimmy. Kom maar hier. Hallo, Frank, hoor je dat? De dokter neemt de radio over. Dan kun je wat gezellig met hem babbelen. Daar heb ik nou geen tijd voor, Jimmy. Ik heb hier de handen vol met de besturing. Ik spreek je straks nog wel. Oké, Frank. Heer Jimmy. Ja, toch? De periscoop is recht naar beneden gericht. Ja, maar blijf er niet te lang aan. Aanstonds gaan we landen. En dan moet hij er op zijn post zijn. Ja, even een kijkje, Doc. Even een kijkje om een nieuwsgierigheid te verenigen. Ja, maar. Snelheid, Mitch. 525 kilometer. Goed. Hoogte. 23.500 meter. Mooi. Nou, verdorie. Wat is dat, Jimmy? Moet je dat eens zien? Geen tijd, Jimmy. Ik heb het te druk. Maar je weet niet wat je mist, Mitch. Zoiets heb ik nog nooit gezien. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Mitch, kom eens hier. Kom ik, kijk eens even. Geen tijd, Jimmy. Ja, maar er is iets bijzonders daar beneden. Een licht. Wat? Ja, als van een reusachtige spiegel. Ja, nou is er weg. Hé, hey, waar zag je dat? Kijk, daar, op de kruising van die twee groene banen, waar die grote rode plek is. Oh, water misschien, dat het zonlicht weerkaatst. Hoe zou dat kunnen zijn? Ja, ik kan me niks anders voorstellen. Dat kwam zo opeens. Het was zo scherp. Ja, wat denk jij dan? Dat het een Marsbewoner was die ons landingssignalen gaf? Ja, je hoeft niet zo sarcastisch te doen, Mitch. Misschien was het iets van belang, hè? Ja. Me dunkt dat het van meer belang is dat jij weer aan de radio gaat en dat je de dokter verder laat uitkijken, zoals het eigenlijk hoort. Oké, Mitch. Waar zijn we nou, Doc? Bijna boven de poolkap, Jimmy. We zullen aanstonds wel landen. Oh. Zeg, is het ijs? Nou, voor zover ik zien kan, ja. Zie je wel, ik had mijn skis mee moeten brengen. Hallo, achter. Ja, Jeff, wat is het? We gaan zo landen. Zet de rugleuning in de kooi in de hoogste stand en doe de riem om. Ja. Yeah. Oké, Jeff. Heb je het gehoord, Mitch? Gehoord, ik ben al druk bezig. Waarschuwing als jullie klaar zijn. Ja. Ja, ben er. Ik ook. Ja, Jeff. Hoogte 1500 meter. Snelheid 350 kilometer. Denk je dat je ons horizontaal kunt blijven houden? Wel zeker, Mitch. Tot dusver is alles toch goed gegaan? Ja. Nou, zet hem dan voorzichtig neer, hè. Ik zou niet graag zien dat hij in de soep ging naar die reis. Mitch, kun je nou niet niks leukers bedenken? Geluid. Welk geluid? Geluid, dat lijkt wel. Nee, ik kan het niet omschrijven, maar je hoort het toch duidelijk genoeg, die dokter? Ja, ik hoor het ook, Jimmy. Ik zet hem aan de grond. De bodem is vlak en ziet er stevig uit. Het moet hard bevroren zijn. Laten we dat hopen. Als we er even wegzakken, slaan we over de kop. Zeg, Mitch, hoor jij iets? Een eigenaardig geluid. Ja, dat vroeg Jimmy ook al. Hoor je dat nou niet, Mitch? Ik wel, en de dokter ook. Het wordt te lang hoe sterker ik. Ik kan dat niet meer verdragen. Het lijkt wel of het in mijn kop zit. Lieve hemel! Kijk uit, Jeff. Wat doe je? Ik pas ergens tegenaan. Ik moet de landing overdoen. Schreeuwt hem. Wat is er met het toestel aan de hand? Het slingert van rechts naar links. Wat gebeurt er, Jeff? Ik weet het niet. Hij luistert niet meer naar de roeren. Niet doen, Mitch. Blijf zitten. Ja, maar er is iets niet in de haren.
Jeff heeft moeilijkheden. Nee, als ik nou niet landen kan, we halen het niet meer. Red hem op, Jeff. Zet de motor aan. Durf ik niet. Er is geen tijd meer voor. Pas op. Het wordt een brokkenlanding. Ai. In schemersnaam, Jeff. Zet de motor aan en trek hem op. Ik kan het niet. Pas op. Hou je stevig vast. Landing op Mars. Dit was het 8e deel van onze 2e serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester, de controle, Johan Wolder, Frank, Paul van der Lek en Petersen, Paul Deen. Regie Leon Povel. Wij vragen uw aandacht voor onze 2e serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal. Het Marsmysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het 9e deel, het geheimzinnige licht. Zes maanden waren we nu onderweg van de maan naar de rode planeet. In die tijd hadden we een afstand afgelegd van 550 miljoen kilometer. Daarmee hadden we met ons vlaggenschip de Pionier en de 7 overgebleven vrachtvaarders van de ruimtevloot ons einddoel bereikt, Mars. Na op een hoogte van 1600 kilometer 4 maal rondom de planeet te hebben gecirkeld, besloot Jeff Morgan met een van de vrachtvaarders een landingspoging te wagen. De rest van de vloot zou om Mars heen blijven cirkelen. Vrachtvaarder nummer 1 was door het aanbrengen van draagvlakken omgebouwd om een landing te kunnen uitvoeren. Nummer 1 kreeg de opdracht om 30 minuten na de Pionier tot de landing over te gaan. We streken met de Pionier in grote spiralen omlaag in de richting van de zuidelijke poolkap. We zagen van beneden af een scherpe lichtflits, als van een enorme spiegel, hoorden en voelden een onbekend geluid door ons heen trillen en merkten dat Jeff de Pionier nauwelijks meer in de hand had. Kijk uit, Jeff! Wat doe je? Ik pas ergens tegenaan. Ik moet de landing open doen. Schiet hem. Wat is er met de toestel aan de hand? Het slingert van rechts naar links. Wat gebeurt er, Jeff? Ik weet het niet. Hij luistert niet meer naar de roeren. Of... Niet doen, Mitch. Blijf zitten. Ja, maar er is iets niet in de haren. Jeff heeft moeilijkheden. Nee, als ik nou niet landen kan, we halen het niet meer. Trek hem op, Jeff. Zet de motor aan. Durf ik niet. Er is geen tijd meer voor. Pas op. Het wordt een brokkenlanding. Ai. In schemersnaam, Jeff. Zet de motor aan en trek hem op. Ik kan het niet. Pas op. Hou je stevig vast. Alles is in orde, Jimmy? Ja, ik denk van wel. Toch niet gewond? Nee, dokter, het was alleen maar een zucht van verlichting. Ach, kom, zo'n erge klap was het toch niet. Ik denk dat de staart het eerste grond raakte en dat we toen een halve slag ommaakten.
Hoe is het met jou, Jeff? Alles oké? Jeff, hoe voel je je? Hij geeft geen antwoord. Misschien is hij wel gewond. De riemen los, mannen. We moeten voor gaan kijken. Ja, ja, ik ben er los. Hé, wat is er, Jimmy? Wat is er? Waarom ga je op je knieën liggen? Dat weet ik niet, Mitch. Dat weet ik niet. Het lijkt wel of mijn benen me niet meer willen dragen. Wat kan dat zijn, dokter? Wel, Jimmy, je bent 6 maanden lang gewichtloos geweest. En nu de zwaartekracht is teruggekeerd, wil je direct gaan lopen. Dat kan niet. Je benen zijn daar nog niet aan gewend. Oh, hoe is dat alles? Ik dacht warempel dat ze verbrijzeld waren door de schok. Sta nou heel langzaam op. Trek dan je magnetische laarzen uit en trek je andere laarzen aan. Nou, en probeer kalmpjes aan te lopen. Ja, oké. Ik voel mijn best. Nou, ga jij nou alvast naar Jeff. Ik kom zodra ik kan. Ja, ik ga al. Zeg, Jeff, moet je dat... Jeff. Jeff. Hij is bewusteloos, dokter. Ik kom zo. Hé, wat is er met hem aan de hand? Oei, een bult op zijn kop. Hoe zou hij die nu hebben opgelopen? Ja, ik denk dat iemand zijn hoofd tegen het instrumentenbord is geslagen. Help me zijn riemen losmaken, Jimmy. Oké, met jou. Ja. Hé, kijk eens naar buiten. Mars in kerstooi. Ja, kom, laat dat, Jimmy. Help me liever hem uit zijn stoel te tillen. Ja. Lieve hemel, wat is dat zwaar. Ja, jongen. Nou, we geland zijn, heeft alles weer gewicht. Ja, maar ik dacht dat op Mars alles maar het derde deel woog van op aarde. Ja, dat is ook zo. Maar vergeet niet dat een half jaar lang al wat je oppakte niets woog. Daarom lijkt je zo zwaar. Nou, wil jij zijn benen optillen, dan is er niks in het hoofd. Kom. Oké, Mitch. Ja. Zo, dan brengen we hem naar de cabine. Zeg, allemaal maar, Jimmy. Ja, ja. Gaat het, Mitch? Ja, zeker, dokter. Wil jij intussen een van de rugleuningen weer neerklappen, dat we een bed voor hem hebben? Zeker. Zo. Nou, leg hem hier maar neer. Dan zal ik hem even onderzoeken. Zo. Zachtjes neerleggen, Jimmy. Ja. Zo. Ja. Hoe kan ik wat voor je uit de medicijnkast halen, dokter? Graag, Jimmy. Verbandkist nummer 4. Verbandkist. Is dit ernstig, dokter? Nou, ik geloof het niet. Die bloeduitstorting op zijn voorhoofd lijkt me het enige. Hij komt bij. Alsjeblieft, dok. Verbandkist nummer 4. Dank je, Jimmy. En Jeff? Hoe is het ermee? Wat is er gebeurd? Ja, we zijn nogal hard neergekomen, jongen. Je hebt je hoofd gestoten. En daardoor ben je even buiten Westen geraakt. Is de landing gelukt? Ja, wat dacht je dan? We zijn immers nog allemaal heel. Nou, nee. Laat je hoofd nog even rusten. Ik zal iets op die buil leggen. Niemand van jullie gewond? Nee, hoor, Jeff, nee. Ach, nou ja, zo hard was die klap nou ook weer niet. En we waren stevig vastgesnoeid in onze stoelen. Ja, wat was er eigenlijk aan de hand, Jeff? Hoe kwam het dat de landing misliep? Ik kon er niks aan doen. Ik raakte bewusteloos. Hè? Wat ja, zei... dokter, ik verloor opeens de controle over al mijn zintuigen. Als ik de motor had aangezet en geprobeerd had te klimmen, had ik de zaak waarschijnlijk niet meer in de hand gehad. Huh? Ik herinner me absoluut niets meer van wat er gebeurd is nadat we aan de grond zijn gekomen. Ja, maar wil je daarmee zeggen dat je toen al bewusteloos was? Ja, maar dat is toch duidelijk? Hij kreeg een klap tegen zijn voorhoofd, hè? Nou, ja. Dat moet er gebeurd zijn op het ogenblik toen wij de bodem raakten. Herinner je, Jeff, dat je ergens tegen stootte? Nee, dokter. Nee. Nee? Al wat ik me herinner is dat vreselijke geluid. En hoe harder dat werd, hoe zwaarder alles leek. Heeft niemand van jullie dat gehoord? Jazeker, Jeff. We hebben het allemaal gehoord, maar wij hadden er niet veel last van. Ik heb er helemaal geen last van gehad. Als jullie mij dan niet op attent hadden gemaakt, dan geloof ik dat ik het niet eens gehoord zou hebben. Dat moet dan liggen aan de plaats waar je zat. Ja, hoezo? Nou, Jeff hoorde het blijkbaar luider dan wij. Hij zat in de cockpit. Het dichtst bij hem zat Jimmy. Ja, ja. En die hoorde het eerst van ons drie. Ja, het was heel doordringend. Ik dacht eerst dat het binnen in me zat, hè? Ik zat achter Jimmy. En al hoorde ik het goed, het hinderde me toch niet. En dan kwam jij pas, Mitch, het verst van Jeff, verwijderd. En jij hoorde het bijna niet. Wat voor geluid het ook geweest is, blijkbaar concentreerde het zich in of bij de cockpit. Wat is er nou in de cockpit dat zo'n geluid kan maken? Niets. Maar het zat hem ook niet zozeer in dat geluid zelf. Het was de invloed die het op me had, hè? Huh? Ik was niet in staat om er iets tegen te doen. Ja, weet je, ik snap niet hoe een geluid zo'n uitwerking op iemand hebben kan. Nou ja, ik weet wel dat het een hoop kan vernielen, als het maar krachtig genoeg is, niet? Glazen breken of ruiten verbrijzelen. Hmm. Maar dat het iemand van zijn stokje kan doen gaan, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gehoord. Ja, er is ook geen bewijs dat dit geluid de oorzaak van was waardoor Jeff bewusteloos raakte.
Dat kan een loutere samenloop van omstandigheden zijn geweest. Nou, best mogelijk, dokter, maar ik zou toch wel eens graag willen weten wat voor geluid dat dan was. Nou ja, wat doet dat er eigenlijk toe, Jeff, hè? Ondanks dat geluid heb je een veilige landing gemaakt en niks anders opgelopen dan een buit op je kop voor de moeite. Daar hebben we toch nergens last meer van? Nee, dat niet, maar... Ja, maar wacht eens. Aangenomen dat dat geluid wel de oorzaak van onze narigheid is geweest. Huh? Zal nummer 1 er dan bij de landing ook geen last van hebben? Wanneer hebben we het eigenlijk voor het eerst gehoord? Nou, dat was kort voor de landing, toen we nog op een goede 1000 meter zaten. Dan zouden zij het ook enkele minuten voor de landing moeten horen. Laat maar de radio. Nee, Jeff. Blijf liggen. Laat Mitch dat doen. Ja, hallo. Hallo, nummer 1. Hallo, nummer 1, pionier roept u. Antwoord, alsjeblieft. Hier, nummer 1. Ik hoor u, vlaggenschip. Oh, hoe is het ermee, Frank? Best, dank u, Mr. Mitchell. Over 25 minuten zal ik bij u zijn. Ik zal contact met u opnemen voordat ik de landing inzet. Geen moeilijkheden, hè? Nee, alles verloopt vlot, volgens schema. Prachtig, we blijven luisteren. Zo, nou. Jullie hebben het gehoord, hè? Tot nog toe geen moeilijkheden en pas over 25 minuten gaan ze over tot de landing. Nou, ik hoop dat hij het er beter afbrengt dan ik. Ziezo, Jeff. Kijk eens. Helpt dat? Ja, dokter. Nou, en drink dit nou eens even uit, hè? En blijf dan enkele minuten rustig liggen. Ja, dank je. Poh! Oh, wat een nare smaak. Ja. Zeg, heeft de pionier geen schade opgelopen? Voor zover ik weet niet. Maar we hebben nog geen tijd gehad om dat na te gaan. Nou, Jimmy en ik gaan het meteen onderzoeken, hè? Zeg, wacht even, ik ga... Nee, Jeff! Jij blijft rustig liggen. Ze kunnen daar best met z'n tweeën uitzoeken. Maar ik voel me weer goed, dokter. Ja, wacht... Ik ben weer op mijn benen staan. Wacht dan tenminste tot Jimmy en Mitch hun onderzoek hebben voltooid. Ja. En wat het opstaan betreft, het is niet zo eenvoudig als je denkt. Ik had ze eigenlijk liever eerst buiten willen laten kijken. Huh? Vergeet niet, we zijn net op Mars geland, de eerste mensen ter wereld. Ja, ja. Ze moeten toch eens kijken hoe het hier uitziet. Ja, en de pionier dan? Ja, als die beschadigd is en... Nou ja, dan zal het waarschijnlijk maar oppervlakkig zijn. Maakt het geen verschil of we dat nou over 2 minuten of over 10 minuten weten. Nou, ze zullen wel gauw klaar zijn met hun onderzoek, Jeff. Reken maar. Tegen die tijd ben jij weer helemaal de oude en dan kunnen we allemaal gaan kijken. Maar dan samen. Ja. Voorzichtig bij het opstaan, Jeff. De eerste stappen vallen heus niet mee. Zo. De cockpit is te klein voor ons 4 om samen uit te kijken. Ik stel voor dat jij en Jimmy in de navigatiecabine gaan... en dat Mitch en ik door het cockpitraam uitkijken. Nou, het uitzicht naar voren en naar achter tegelijk. Oh, oké, Jeff. Kom mee, Jimmy. Oké, Doc. Ziezo. Naar jou, Jimmy. Nee, dokter, nee. Ik heb al even gekeken toen ik Jeff uit de cockpit haalde. Huh? Het is alleen maar 1 wijde grote vlakte. Hé, wat is dat nou daar? Waar, Jimmy? Oh, nee, ik zie het al. Het is een spoor dat we hebben achtergelaten met glij over het ijs. Zo. Nou, we hebben vrijwel een hele slag omgemaakt. Ja. Hé, dokter. Ja? Kijk eens naar die lucht. Donkerpaars. Ja, Jimmy. Hey, ik dacht dat ze blauw zou zijn, net als bij ons op aarde. Zeg, zou de lucht hier overal die kleur hebben? Nou, vrijwel zeker, Jimmy. Dat komt omdat de atmosfeer zo ijl is. Oh, ja. En die sneeuw of ijslaag of wat dat dan ook is... Hmm? Is werkelijk maar een paar centimeter dik. Ja? Dan kun je aan de glijsporen zien. Ja, dan moet je de mensen op aarde laten weten, Jimmy. De dikte van de laag is door astronomen op 5 centimeter geschat. Ja, dat is wonderlijk. Niet kwaad, hè? Nee. Voor een schatting gemaakt op een afstand van zowat 60 miljoen kilometer. Ja. Welke kleur zou eigenlijk de bodem onder het ijs hebben? Nou, te oordelen naar wat de glijsporen ervan hebben blootgelegd. Zwart lijkt me, hè? Ja, hij kan zwart lijken. Door het contrast met het wit erboven. Maar hij kan elke mogelijke kleur hebben. Nou ja, dat zullen we gauw genoeg ontdekken als we naar buiten gaan. Ja, dat zal nog wel een paar uurtjes duren, Jimmy. We zullen eerst zeker van moeten zijn dat we ons veilig buiten kunnen wagen. Oh, daar heb je Frank weer over de radio. Kan je even luisteren, Doc, en zo nou we gauw landen. Ja, ga maar terug, Jimmy. Hallo, nummer 1. Hier is Morgan, ik luister. Bij, Jeff? Ja, Jim. Oh. Hallo, Captain. We naderen nu snel ons landingsterrein en gaan de landing inzetten. Ja, voorzichtig aan, Frank, dan lukt het wel. Is het u goed gelukt? Nee, alles behalve. Zo?
Maar we zijn nog allemaal heel en de pionier ook, tenminste voor zover bekend. Nou, jij zult wel een goede landing maken, denk ik. Ik mag het leiden, Captain. Ik blijf voortdurend in verbinding met u. En wij zullen naar jou uitkijken. En denk erom, je hebt een kostbare lading aan boord. Nou, Frank, happy landings. Dank u, Captain. Zeg, Jeff, waarom heb je nou verteld dat jouw landing niet goed was? Maar dat was toch ook zo, Jim? Dan kon jij toch niet helpen dat je zo beroerd voelde. Het is eigenlijk nog een wonder dat je je nog zo goed aan de grond hebt gezet. Dank je voor je compliment, Jim. Zeg, wil jij nou aan de radio blijven? Dan ga ik in de cockpit uitkijken of ik er iets van zie van nummer 1. Het is eigenlijk verkeerd, hè, dat de gezagvoerder van de vloot erkent een slechte landing te hebben gemaakt. Ja, of hij moet erbij vertellen hoe dat gekomen is. Ja, schakel me in op de radioverbinding met nummer 1, Jim. Oh, pardon, ja, Jeff. Hey, Jeff. Kom nou, ik zie hem al. Ja, ik kom, Mitch. Kijk, daar. Zie je hoe die glinstert in het zonlicht? Ja. Hallo, Frank. Als je te druk hebt, antwoord dan niet, maar ik wilde je vertellen dat we je kunnen zien. Ik zie de pionier ook, Captain. Ik ga nu dalen. Hij schijnt geen last te hebben van vreemde geluiden, hè? Nog niet, Mitch. Wil je me voor waarschuwen? Nee, Mitch. Op dit moment wil ik hem geen onnodige overlast aandoen. Als hij iets vreemds hoort, dan zal hij het ons wel zeggen. Ja. En dan zullen wij daar wel veel aan kunnen doen. Hm? Alles oké, Captain? Ik kom binnen zweven. Ik zie je nog steeds, Frank. Doe je best. Ja. Nou, dicht bij ons zal hij niet landen, Jeff. Dat is zeker. Maar toch ook weer niet te ver weg. Kijk. Ja. Kijk daar. Ja. Daar komt hij aan de grond. Ja. Van prachtlandingen. Ja, mooi gedaan. Ja, ja. Kijk eens hoe dat ijs opstuift langs het landingsgestel. Het lijkt wel poedersneeuw. Ja. Dat moeten heel fijne, droge kristallen zijn, Mitch. Het is geen sneeuw. Tenminste, niet dat wij daaronder verstaan. Ja, ziezo, Jeff. Ja, hij is er heel uit. Bravo. Goed gedaan, Frank. Dank u, Captain. Zeg je maat dat hij op de radio moet letten. En zodra jullie uitgekeken bent op het landschap, kunnen jullie de voorbereidingen treffen om naar buiten te gaan. In orde, Captain. Zo. En nou gaan we zelf aan het werk, Mitch. Om naar buiten te gaan? Ja, je denkt toch zeker niet dat we na die hele reis hier binnen blijven zitten duimen te maken. Je bent geloof ik weer helemaal nauw. Hè? Ik voel me weer best. Nou, vooruit Mitch, ik sta te springen om een Mars uit te stappen. En zo zijn we dus 6 maanden na ons vertrek van de maan op Mars geland. Zodra de controle het bericht van onze landing had ontvangen, werd het nieuws dat de eerste mensen op Mars waren aangekomen over de hele aarde uitgezonden. Nog een half uur na de landing werd onze pionier aangesloten op honderden radiozenders op aarde en gaf Jeff een beschrijving van onze aankomst en van het uiterlijk van Mars, althans van dat partje dat we konden overzien. Na die beschrijving moet wel bij de meeste mensen op aarde de gedachte zijn opgekomen: ze zijn er, maar is dat nu al die moeite en die enorme kosten waard? Oppervlakkig beschouwd was er wel reden voor die vraag. Jaren van voorbereiding, een lange reis, met al die risico's, hadden ons dan eindelijk gebracht naar een glinsterende, witte woestijn van ijs, die zich zo ver uitstrekte als het oog reikte. Het landschap was plat als een pannenkoek, een spiegelgladde witte laag, alleen onderbroken door de donkere sporen van onze landingsgestellen. De 2 grote ruimtevaartuigen... stond niet verder dan 1,5 kilometer van elkaar, onbewegelijk in de spookachtige stilte. Hun onderkant weerspiegelde de glans van het ijs. En boven dat alles stond, als een reusachtige donker paarse koepel, de hemel van Mars. Terecht merkte Jimmy op dat we als die vreemd gekleurde lucht er niet was geweest, evengoed hadden kunnen landen op een bevroren vlakte bij een van de polen op aarde. Dan zou het resultaat van al onze moeite, voor zover tot nog toe te beoordelen, tenminste, vrijwel hetzelfde zijn geweest. Maar het was niet onze bedoeling langer in deze wildernis te blijven dan strikt noodzakelijk. De Poolkap was uitsluitend als landingsterrein uitgekozen, omdat het de enige plek was waar we in alle gevallen een effen oppervlak konden verwachten. Maar nu we er eenmaal waren,
lag het in ons voornemen onze vaartuigen te verlaten en een aanvang te maken met het onderzoek van de vooraf vastgestelde streek die zich uitstrekte tot aan de Evenaar. Dat was een aanlokkelijk vooruitzicht. Maar eerst dienden we ons van te overtuigen dat we veilig ons vaartuig konden verlaten. Zo, Mitch. Heb je alles? Ja, Jeff. Zet dan je helm op en ga naar de luchtsluis. Dokter, wil jij naar ons uitkijken in de cockpit? Zeker, Jeff. Hoor je me, Jimmy? Ik probeer even naar radio. Ja, oké, hoor, Mitch, ik hoor je. En mij, Jim? Ja, Jeff, best. Dan gaan we nou naar buiten. Luchtsluis dicht. Contact. Hallo, nummer 1. Hier is de pionier. Hoort u ons? Hallo, pionier. Hier Frank Rogers. Ik hoor u. Oké, Jimmy. Pomp de luchtsluis leeg. Ja, luchtsluispomp. Contact. Hallo, Frank. Jeff en Mitch. Gaan ze meteen naar buiten? Ze zijn nu in de luchtsluis. Wil jij ook op ze letten? Ja, dokter. En wanneer kunnen wij beginnen met lossen? We staan klaar om aan te vallen. Luchtsluis leeg. Open dan de buitendeur, Jim. En laat de ladder neer. Oké. Dat hangt van Jeff af, Frank. Het zal wat niet lang meer duren voor het zover is. Best, dokter. We blijven aan de radio. De ladder. Zo. Nou dalen we de ladder af. Nee, naar jou, Mitch. Nee. Nee, Jeff. Naar jou. Ik heb in de tijd als eerste de maan betreden. Dan mag jij eerste voet op Mars zetten. Dank je, Mitch. Nou, daar ga ik dan. Ik ga nu naar de cockpit, Jimmy. Om ze in het oog te houden. Oké, dok. Dan zet ik de radio nog even over en dan kom ik bij je. Hallo, dokter. Ja, Jeff. Ik ben nou beneden. Nou loop ik op de grond. Op het ijs dan. Ik ben bijna beneden. Ja, ik ben er. Zeg, dat ijs. Het voelt korrelig aan onder je voeten, hè? Net alsof je op een laag maiskorrels loopt. Ik heb er een handvol van opgeraapt, dokter. Aha. Het lijken wel diamantjes. En het loopt tussen je vingers door als dikke korrels zilverzand. Het is dus ijs? Om zo te zien, ja. Zo. We komen nu onder de pionier uit en gaan naar de neus. Mooi. Zodat je ons aanstonds kunt zien. Oké, Jeff. Nou, kom, Mitch. Ja, ik ben er al. Zeg, toch? Zijn ze al in zicht? Nog niet, Jimmy. Ah, daar zijn ze. Ah, achter. Hallo, Jeff. We kunnen je nu zien. Hallo, dokter. We zien jullie nu ook. Hoe is het buiten, Jeff? Erg koud? Nou, als het hier koud is, dan brengt de kou niet door onze ruimtekostuums heen. Nog niet in alle geval. Hoe het over een uurtjes of zo zal zijn, dat weet ik niet. Ja, ik denk wel dat we onze elektrische verwarming zullen moeten inschakelen. De thermometer is al gezakt tot beneden het vriespunt. Nou, we gaan nu wat verderop, dokter. In de richting van nummer 1. Mm-hmm. Half weg tussen de beide vaartuigen zullen we de instrumenten opstellen. Goed, Jeff. Kun jij ons horen, nummer 1? Ja, Captain. En zien kan ik u ook. Ik wou dat ik bij u was daarbuiten. Nee, nog geduldig worden, Frank. Als alles naar wens verloopt, kun je morgen met lossen beginnen. Hallo, dokter. Hier is Jeff weer. Ja, hallo, Jeff. Ik geef je de eerste berichten van onze bevindingen tot nog toe. Kun je ze opnemen? Ja, zegt Jimmy. Ja, zet de bandrecorder even aan. Ja, ook recorder aan. Oké, Jeff, spreek je maar. Goed. Hier komen de temperaturen en de atmosferische gegevens. Temperatuur aan het oppervlak, minus 5 graden Celsius. Atmosferische druk aan het oppervlak, 90 millimeter. Dus precies wat we verwachten. We hebben intussen de verwarming moeten aanzetten, dokter.
Maar nu hebben we het ook warm genoeg en voelen ons best op ons gemak. We bewegen ons vrij en ongehinderd. Juist, Jeff. We gaan het de weerballon oplaten. Zodra wij gegevens hebben omtrent de atmosfeer op grotere hoogte, laat ik je dit weten. Goed. Zeg, wanneer zal dat het geval zijn, denk je, dokter? Ja, ik denk dat het ongeveer een uur zal duren, Jimmy. Ze hebben enige tijd nodig om de ballon op te laten en om daarna weer naar beneden te halen. Ja, ja, ja. Nou, voel je dan iets voor een kopje thee of een hapje eten in afwachting? Nou, dat is geen kwaad idee, Jimmy. Ik zal Frank vragen of hij zo lang aan de radio blijft. Ja. Hallo, Frank. Hier is dokter Matthews. Ja, dokter. Wil jij de captain en Mitchell een poosje in het oog houden, terwijl Jimmy en ik iets gebruiken? Zeker, dokter. Dank je. Ziezo, Jimmy. Laten we ook maar thee zetten voor Jeff en Mitch. Dat is best. Ja, tegen dat ze klaar zijn met de weerballon, zal het wel bijna avond zijn en dan komen ze terug. Dokter, nog eens eens schenken. Nee, dank je, Jimmy. Zal ik helpen de boel opruimen? Oh, wel, nee, laat maar. Dan kan ik best alleen. Nou, dan ga ik weer naar de cockpit, hè? Hallo, Captain. Meneer Mitchell, hoort u mij? Dat is Frank. Ja. Jeff en Mitch zijn zeker bijna klaar. Ja, Frank. Ik geloof dat u beter doet terug te gaan naar de pionier en een beetje vlug. Waarom, Frank? We zijn nog helemaal niet klaar. Goeie genade. Hallo, Jeff. Kom terug, meteen. Hallo, Jeff. Het wordt tijd. Daar komt een zware mist op zetten. Wat? Ja, kijk maar. Je kunt nummer 1 al haast niet meer zien. Hoe kan dat nou? Een paar tellen geleden was het nog volkomen helder. Ja, maar nou niet meer. De mist wordt ieder moment dichter. Kom, laten we vlug die ballon inhalen en dan terug naar de pionier. Hé, wat is er aan de hand, dokter? Waarom al die drukte? Nou, kijk zelf maar, Jimmy. Een dichte witte mist. Het lijkt wel alsof hij uit de grond opkomt. Ik zie ze al bijna niet meer. Als ze niet oppassen, dan kunnen ze de weg niet meer vinden. Hé, Jeff, terugkomen, vlug. Ik moet alleen nog ons materiaal bij elkaar pakken, Jim. We komen zo. Zeg, help me even die drommelse ballon inhalen, Jeff. Die staat nog op 300 meter. Wat is het voor een soort mist, dokter? Nou, grondmist, dunkt me. Hoe kan die anders zo vlug opkomen? Dat van niks, want dat is hier op Mars zeker gebruikelijk. Nou, laten we hopen van niet. Dat zou ons heel wat last kunnen bezorgen. Misschien is het alleen maar een koude streken. Verdorie, Jeff en Mitch zijn absoluut niet meer te zien, dokter. Hallo, Jeff! Hallo, dokter. We kunnen jullie niet meer zien. Wij jullie ook niet. We zitten blijkbaar middenin. Ik zie zelfs mist gaat niet meer. En niet maar enkele passen van me vandaan. Hallo, Frank. Zie jij ze nog? Nee, dokter. We zien jou ook niet meer. Zeg, Jeff. Ja, dokter. Hoe wil je de weg terugvinden? Oh, dat zal wel lukken. Jullie zijn nauwelijks 700 meter van ons vandaan. Kan niet missen. Zo, ja, we hebben nog bijna ons poeltje gepakt en we komen over enkele ogenblikken terug. Best, maar maak voort. Ben je klaar, Mitch? Alles bij elkaar? Ja, ik geloof het wel. Als we iets vergeten hebben, dan moet dat vannacht hier maar blijven liggen. Goed. Laten we maar vlak bij elkaar blijven. Oké, dokter, we komen. Ik zal de schijnwerper laten branden. Misschien zien jullie die wel. Zo, hij is aan. Zie je hem? Nee. Nee. Er is niets te zien dan een witte muur van mist. We zien zelfs onze eigen voeten niet meer. Lieve hemel. Dokter, hoe laag zou de temperatuur hier zijn bij nacht? Nou, in deze poststreek zeker ongeveer 55 graden onder nul. En het zal niet lang meer duren of de nacht gaat vallen. Ja, maar dokter, dan vriezen ze dood. Als ze de hele nacht buiten blijven, zeker, Jimmy. Tegen die kou bieden hun kostuums geen afdoende bescherming. Oh, ook niet als de verwarming aan staat? Nee, Jimmy. Die is niet opgewassen tegen de kou van een poolnacht op Mars. Hallo, Jeff. Ja, dokter. Hoe is het nu? Zien jullie ons licht nou nog niet? Nee. Nee, die mist is zo verdraaid, dik. Ik geloof niet dat wij het licht zullen zien voordat we bijna voorstaan. Maar maak je maar niet ongerust. We zullen het nu wel gauw moeten zien. Zeg, Jimmy, roep jij Frank nog eens aan. Vraag hem een peiling te trekken op Jeff en Mitch. En doe jij hetzelfde. Dan kunnen we tenminste hun positie bepalen. Oké, ja. Hallo, Frank. Ja, Jimmy. Wil jij, zodra Captain Morgan en Mitchell weer spreken, een peiling maken en mij het resultaat direct laten weten? Ja, Jimmy. Niet nodig, Jimmy. Niet nodig. We zijn niet verdwaald. Nog niet tenminste. Ja, het is ook maar een voorzorgsmaatregel, Jeff. Als jullie nu rechtuit zijn blijven lopen, Jeff, moeten jullie nu vlakbij ons zijn. Jullie moeten het licht zien. Dat zal ook wel zo het geval zijn, dokter. Maar we kunnen niet zo vlug lopen als jij denkt. Vergeet niet dat we een hoop materiaal mee hebben te slepen. Jeff! Jeff! Hallo! Ja, wat is er, dokter? Wij staan! Loop niet door! Waarom?
We hebben jullie positie bepaald. Jullie zijn de verkeerde kant opgelopen. Wat zeg je? Weet je dat zeker? Ja, Jeff. Jullie zijn bijna een kilometer van ons vandaan, in zuidelijke richting. En volgens onze peiling 182 graden. Je bent ons volkomen misgelopen. Maar dat kan toch Ja, het niet? Is zo, Jeff. Door die mist moet je oriëntatie zijn kwijtgeraakt. Je zult een hele slag om moeten maken om deze kant op te komen. Maar hoe weten we dan dat we dan wel de goede koers houden? Frank en ik zullen jullie blijven peilen en jullie zo hierheen loodsen. Wacht even. Ik weet iets beter. Wat dan, Jeff? De ballonkabel. Ik neem het eind ervan in mijn hand en loop in de richting waar we menen dat de pionier zich bevindt. En jij, Mitch, blijft staan en viert de kabel tot op 750 meter. Heb ik de pionier dan nog niet gevonden? Nou, dan... Ja, nou, wat dan dan? Dan ga ik met jou als middelpunt een cirkel beschrijven. Die heeft een middellijn van 1500 meter. En binnen die afstand moet de pionier er ergens zijn. Uri, Jeff, dat is niet gek. Hadden we dat maar eerder gedaan. Heb je het gehoord, dokter? Ja, Jeff. Nou, vooruit dan, Mitch. Ik ga op stap en jij viert maar. Blijf peilen, Jimmy. Je kunt nooit weten. Ik zal wel aan de praat houden. Oké, Doc. Hallo, Frank. Ja, Jimmy? Blijf peilen. Alleen Captain Morgan. Oké. Maak voor, Jeff. Als ik hier moet blijven staan, dan krijg ik het verdieveld koud. Mitch, je verwarming werkt toch? Ja, dokter, op volle kracht. Maar ik geloof dat mijn voeten beginnen te bevriezen. Niet te geloven dat alleen het verdwijnen van de zon zo'n verschil kan maken. Hoe ver ben ik nou al, Mitch? 50 meter, Jeff. En denk erom dat je in hemelsnaam die kabel niet laat schieten. ...320 meter. Wat scheelt Jeff toch? Het lijkt wel of hij alle gevoel van richting kwijt is. Volgens de laatste peiling zit hij nou ten zuidwesten van ons. 350 meter. Zijn oriëntatievermogen kan niet zo slecht zijn, Jimmy. Zelfs niet in deze dichte mist. Weet je zeker dat je goed gerekend hebt? Wil je soms beweren dat ik mijn vak niet versta, dokter? 360 meter. Nee, Jimmy, ik vraag alleen maar of je er wel heel zeker van bent dat die berekening juist is. Ik heb het toch twee keer nagerekend? Ik weet het zeker, hij loopt van ons vandaan. 370 meter. Hallo, Jeff. Ja, dokter. Volgens de laatste peiling loop je nog steeds verkeerd. Zo, dokter, en hoe komt het dan dat ik jullie schijnwerper nou zie? Wat zeg je? Zie je werkelijk, Jeff? Jazeker, Mitch. Heel zwakjes, in de mist. De hemel zij dank. Weet je dat nou wel zeker, Jeff? Ja, wou je me wijs maken dat ik mijn eigen ogen niet meer vertrouw? Nee, natuurlijk niet, maar... Jeff, volgens de laatste peiling moet je... Ik zou het nog maar eens narekenen, Jimmy. Ja, dokter. Ja, maar ik zou erop durven zweren. Hou de kabel stevig vast, Mitch. Dan haal ik je naar me toe. Van hieruit is er niks meer aan. Haal hem maar, Jeff. Ja, je kon je beter klaarmaken om ze binnen te laten, Jimmy. Over enkele minuten zijn ze bij de luchtsluis. Oké, dokter. Maar wil jij, terwijl ik daarmee bezig ben, zelf die peiling eens controleren? Hier is die van Frank en dit is de mijne. Volgens mij kan Jeff onmogelijk zijn waar hij beweert te zijn. Ja, hoe verklaar jij dan dat hij het licht ziet? Ja, goed. Ik denk dat de mist optrekt en dat hij het nou van een flinke afstand ziet. Ja, dacht je, Jimmy. Ja. Neem eens een kijkje uit de cockpit. De mist is nog zo dik als erwtensoep. Want dan moet er wat aan de radiopeilers mankeren. Ja, daar zullen we het later over hebben. Ga nu maar naar de luchtsluis en laat ophouden met dat bekvechten. Oké, dok. Hallo, pionier. Ja, Jeff, ik luister. Mitch is nou bij me en we gaan samen op het licht af. Goed zo. De mist schijnt een merkwaardige invloed op de kleur van het licht te hebben. Het lijkt oranje-rood in plaats van wit. Het zal wel witter worden als jullie dichterbij komen. Hoe is het nu met je voeten, Mitch? Nou, nog ijskoud, dokter. Ik zal blij zijn als ik weer in de warmte kom. De temperatuur moet nu bijna 18 graden onder nul zijn. Zeg het vreemd dat er bij zo'n ijle atmosfeer zo'n dichte mist kan zijn. Ik dacht dat de dichtste mist hier... nooit meer dan een dunne nevel kon zijn? Nou, dat klopt dan niet. Er moet wel een bijzondere oorzaak voor zijn. Iets in de atmosfeer wat wij nog helemaal niet weten. Ik vraag me ook af hoe opeens zo'n dichte mist kan opkomen. Waardoor omgeven voordat we het goed en wel wisten. Zo'n dikke mist is op hoge breedte geen zeldzaamheid. Wat is dat, Jeff? Zo'n dikke mist... is op hoge breedte geen zeldzaamheid. Ja, Jeff. Dat zei je toch al? Een prachtige oranje tint heeft dat licht. Je wordt er helemaal warm van. Alsof het de zon was. Is het dan nog steeds oranje, Mitch? Je moet toch onder de hand zowat bij ons zijn? Ja, schijnt hier vlak boven ons. We baden letterlijk in het licht. Het is heerlijk warm en doet weldadig aan. Het is een grote hoogtezon. Zeg eens, wat scheelt jullie beiden? W-
Waarom kom je er ook niet uit met Jimmy, dochter? We konden onze kleren uittrekken en in Astralen een zonnebad nemen. Maar Jeff, wat heb je toch? Ben je gek geworden? Als het licht vlak boven je is, dan moet je recht onder de neus van een toestel staan. Geen 15 meter van de luchtsluis vandaan. Kom direct naar binnen. Jimmy staat klaar om jullie beiden erin te laten. Ik wil helemaal niet naar binnen. Maar je moet komen, Mitch. De nacht valt. En je zult buiten doodvriezen. Ja, wat markeert ze nou eigenlijk, dokter? Zijn ze een stapel gek geworden? Kun je ze zien? Nee, Jimmy. Helemaal niet. Ja, maar als ze in het volle licht staan, dan moeten wij ze toch kunnen zien. Het schijnt tot op de grond. Ja, Jimmy, maar ze zijn er niet. Ja, maar waar zijn ze dan? Ja. Hallo, Jeff. Hoor je me? Ja, dokter. Je zei daarnet dat je in het licht van de schijnwerper stond. Maar we hebben gekeken en zien jullie niet. Hoor nou eens hier. Het is nu geen tijd om grapjes te maken. Hallo, vlaggenschip. Nummer 1 roept u. Antwoord, alstublieft. Wil jij antwoorden, Jimmy? Ja, dok. Hallo, Frank. Jimmy hier. Ik heb geluisterd naar jullie gesprek met Captain Morgan en Mitchell. Ja, en? En ik heb toch eens een peiling gedaan. Ze kunnen niet in de nabijheid van de pionier zijn. Op het ogenblik bevinden ze zich ten westen van ons. En ze gaan steeds verder naar het westen. Wat zeg je nou? Jimmy, het is zo. Onze laatste gezamenlijke peiling kan niet fout zijn geweest. De captain was helemaal niet in de buurt van de pionier toen hij zei dat hij jullie licht zag. Hallo, Frank. Er is hier beslist iets niet in de haak. Niets schijnt het te kloppen. Ik heb ze nog 3 keer gepeild, dokter. Ik kan erop zweren dat ze niet bij u in de buurt zijn. Maar hoe is het dan mogelijk dat ze ons licht zien? Ja, dat weet ik niet, dokter. Het is voor mij een even groot raadsel als voor u. Zeg eens, Frank. Hoe lang zou het duren om een van jullie trucks te lossen en die rij klaar te hebben? Nou, als wij heel hard voortmaken, ongeveer 3 kwartier. Doe dat dan alsjeblieft, Frank. En als hij gelost is, zet dan de verwarming aan, kruip erin en kom maar als de weerlicht mee hierheen. Oké, dokter. We beginnen meteen en als we klaar zijn, krijgt u een seintje. Wat is de bedoeling, dokter? Wel, Jimmy, achteraf beschouwd heb je de zaak waarschijnlijk toch juist berekend. Ah, wat blijf je nou, hè? Ja. Als Jeff en Mitch zich inderdaad van ons verwijderen en daar heeft hij heeft het alles schijn naar, zullen we hem achterna moeten. Wat in die vervloekte mist? Ja, we vinden ze toch nooit, man? We moeten het erop wagen. Je hebt alle kans dat die mist even vlug weer optrekt als hij gekomen is. Misschien wel als de zon onder is. Ja, wanneer is dat dan? Over een half uur ongeveer. Ja, maar dat is helemaal donker. Hoe moeten zij dan warm blijven? Luister, Jimmy. Wat is er? Dat geluid? Hoor je dat niet? Nou, je zegt ja. Het is daar helemaal hetzelfde geluid dat we hoorden vlak voor de landing. Toen Jeff de... Jeff! Jeff! Hoor je me, Jeff! Laat me toch met rust, dokter. Zie je dan niet dat ik doodmoe ben? Doodmoe? Hoe bedoel je? Ik wil slapen. Daar waar het lekker warm is. Je bent niet slaperig van vermoeidheid, Jeff. Maar van de kou. Ik ga liggen. Ik moet gaan liggen. Doe dat niet, Jeff. Ik wil iemand naam, ga niet liggen. Oh, slaap. O, zoete rust. Staan op ons neer. Jeff, hoor je me? Ga niet slapen! Mitch, slaap jij ook al? Van zorg en druk bevrijd gij ons. Hij staat toch gek? Daar heeft hij nou toch over? Luister naar me, Jeff. Je bent helemaal niet in de buurt van de pionier. Er is hier geen oranje licht. Je moet terugkomen hierheen. Versta je me niet, Jeff? Versta je me niet? Hij antwoordt niet meer. Hij slaapt beslist al. Ze moeten alle twee beslist al slapen. Hemel, Jimmy. Als dat het geval is, in die bittere kou, dan betekent dat voor hun het einde. Het geheimzinnige licht. Dit was het 9e deel van onze 2e serie luisterspelen over de ruimtevaart, Sprong in het heelal, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Propeller. De personen waren Jeff Morgan, John de Vreese, Steve Mitchell, Jan van Ees, Jimmy Barnett, Jan Burkes, Dr. Matthews, Adolf Bouwmeester en Frank, Paul van der Lek. Regie, Leon Povel.